Yo mensen, hier ben ik weer met een nieuwe video van mij, Warker of Tel Waard. En ik ben hier weer met Rune in de Minecraft Hallo, hallo, Survival. hallo. En ik heb hier een boekie, een enchanted boek met Piercing 3 en Infinity 1. En ik heb mijn boog die natuurlijk perfect moet worden, dus zo. Piercing 3 en Infinity 1, maar Piercing kan dus niet op een boog. Dus, maar dan heb ik wel een boog met Unbreaking 1, Power 3 en Infinity. Dus dan heb ik gewoon maar één pijl nodig. Hoe chill is dat? En ik heb ook iets gemaakt. Ik heb er wel maar eentje van. Het gaat super handig zijn in de Nether. Kijk, show me, show me. Oeh, van die warped fungus ding zo. Oeh, ja. Maar het kan zijn dat ik ook zo een... Ik heb wel geen... Ja. Ik heb touw. Ik heb heel veel touw. Ik heb touw ook. En stokjes heb ik ook ergens. Maar wacht, ik heb hier een crimson fungus. En dan... Of een blauwe paddenstoel dat je nodig hebt. Een blauwe, dikke paddenstoel. Ja, ik heb nu al rode, misschien kan het daarmee ook. Ik hoop het. Ja, het kan... Oh, ik heb een fishing rod en... Oh nee, ik heb een blauwe nodig, inderdaad. Ik ga kijken of ik nog een blauwe heb. Rood werkt dus niet. Ik heb geen blauwe, zie ik hier. Ah, dan moeten we die gaan halen in de Nether. Maar ja, wat gaan we doen in deze video? Ja, we gaan dus een hele video naar de Nether. We gaan gewoon minen. We gaan proberen een ding te vinden, zo'n fort te vinden. Ja, want nu hebben we enkel zwart gedoe. Maar daar kunnen we nu wel in, want we hebben al twee golden armor gepakt. Ja, inderdaad. We kunnen daar nu even in. Dan gaan we dat ook even doen. Mijn zwaard is wel echt bijna kapot. En mijn pickaxe is halverwege, maar... Geen paniek. Ik heb één stone pickaxe mee, één iron pickaxe en één diamond pickaxe. Ja. Zal wel lukken. Oh. Ik hoor een slime. Ja, maar die slimes die spawnen hier altijd. Dat is echt heel irritant. Ik zie geen slime, dus... Ik heb hier al een klein beetje gedaan, dus... ja, ik heb dit helemaal gebouwd. En ik heb hier een hele weg. Dit gaat helemaal naar een mine waar ik al een klein beetje mee ben begonnen. Ik heb daar nog niks gevonden. Maar ja, dat gaat wel helemaal daar naartoe. Dus ja, dat kunnen we dan doen. En ik ben nog niet hierin geweest. Dit is het meeste dat ik echt hier al heb gedaan. Dus ik weet wel dat er boven blokken zijn. Oh, hier kan je naar binnen. Boven chests zijn, dus laten we daar eventjes naartoe gaan. Ja, ik zag er een zo ter hoogte van onze 1. Okay, obsidian. Oh joh, lekker veel gold. Die chains zijn ook handig. En gilded nee, blackstone. Ik heb een crying obsidian, wat? Ik heb Oeh, een crying obsidian. Obsidian. Dat ga ik ook uiteindelijk nog nodig hebben. En ik heb ook magma room. Dat is handig voor in de drankjes te steken. Wat pijlen. Ik ga al die chains pakken, want ik ga dat voor mijn ja, build. Ja, dat is kijk, hoeveel dat is zwaar. Een crossbow, een volledige crossbow kan handig zijn. Zo, oké, dat is een best goede... Weet je wat, ik ga meteen die kruisboog spannen. 1, 2, 3, 4, 5 piglins. Oh, wat een goud moeten meenemen, Rune. Dan konden we gewoon even traden. Ja, er stakken twee dingen goud in. Oké, ik heb hier één goud. Soul speed 1 op een boekie. Heel veel obsidian. Soul speed 1 op een boot. Golden boots. That's it. Ja, handig. Ja, dat is zeker handig, soul speed. Wacht, ik ga nu dit gewoon traden. Ik ga dit gewoon traden. Iemand. Geef mij iets. Heeft iemand dat opgepakt? Waarom? Oh ja, wacht hier. Oh, wat is dat? Wat is dat? Netherbrick. Oh, ik dacht dat dat netherite was. Als je daar gold naar gooit, dan geeft die je iets. Ja, dan geeft die je iets. Ik heb 4 netherbricks gekregen. Ik dacht even dat netherite was. Die kijkt er ook zo naar. Oh, dat is echt hilarisch. Kijk er dan zo naar. Oké, hier verder hebben we nog gilded blackstone. Heel veel arrows, die ga ik niet meenemen, want die heb ik niet nodig. Heb ik gekregen. Magma cream en golden boots. Kan altijd handig zijn allemaal. Die ga ik ook wel meenemen. Ik heb 5 soul sand gekregen en 1 vuurbal. Vuurlading. Dat is best handig. Nee, kut! Ik heb niet op crouch gedrukt. Waar?
In de lava. In de lava. Fuck. Fuck, de eerste dead van de dag is er ook alweer. Dat is wel kak. Dat is wel super kak. Gelukkig heb ik het meeste belangrijke thuis gelaten. Ja, je hebt wel een diamond pick even in de lava gegooid. Verdomme. Volgens mij heb ik geen diamonds meer of zo, net 3. Ik heb er best veel. Ik heb ook wel mijn diamond armor niet meegenomen. Oh, oké. Ik heb crying obsidian, obsidian, chain, nog goud, gouden nuggets en een golden chestplate. Ik kan al bijna een hele golden armor maken, gewoon hiervan. Maar ik moet eigenlijk echt meer render distance hebben. Allee, je kunt wel meer render distance in de instellingen doen, maar ja, mijn PlayStation is nu niet de allerbeste. Ik heb geen PlayStation Pro, dus... Oh, hier is lava ook. Oh, ik vind die lava heel eng. Oh, dat was heel, heel eng. Oké, ik ga terug naar boven, want daar zijn denk ik ook nog wel wat chests. Ik heb ook eten. Zo, goed genoeg. Ja, ik heb al mijn pickaxe mee. Ik heb nu geen pickaxe meer. Ja, kak. Paniek, ik heb terug al full armor. Okay, ik ga niet zeggen van welk materiaal. Oh jee, leer of goud. Ja, een mengeling. Wacht hè, ik heb iron helmet, leather borstplaat, iron benen en golden shoes. Oké. Maar ik heb wel wat iron. Ik heb wel wat iron. Ja, ik heb ook nog wat iron, dus als je wilt. Oh, hier was ik net. Oh. Als je wilt, mag je van mijn iron wel een beetje lenen. Nee, niet te veel natuurlijk. Nee. Ik kan hier gewoon echt gewoon helemaal doorgraven. Oké, ik ben weer ergens. Ik raak hier echt helemaal verloren. Ik heb geen idee waar ik ben. Oh, kak. Ik wil niet naar beneden, ik wil vooral naar boven. Maar joh, mijn stem ging even helemaal kakken. Oeh. Ah nee, maar dan heb ik ook mijn vishengel niet meer. Nee. Ah. Oeh, just. Oh, hier ben ik denk ik ook al geweest. Kak. Dit. Ah ja, hier zijn die ventjes. Ik ga jullie nog wat goud droppen, zo. Geef mij iets heel cools, mensen. Niet dat het mensen zijn ofzo. Oké, wat hebben jullie mij allemaal gegeven? Jullie hebben mij een fire charge gegeven en leather. Oké. Ja, dat was niet het beste. Oeh, hier is nog een chest. Die is al gereed. Kak. Deze twee chests hebben we ook al gedaan. Ik denk dat ik naar het andere stuk ga gaan. Ik weet niet of dat eigenlijk één bastion is. Ah, ik heb een extra boog. Nee, en ook al mijn pijlen zijn meegenomen. Ah ja, hier is wel een chest echt gewoon helemaal vol met pijlen. Ik heb die pijlen wel niet meegenomen, want ja, ik heb infinity. Ach, ik heb veren, touwen, wat heb je nog nodig? Flint en steel. Nee, ik ben me even weer helemaal aan het gieren. Ja, hier... Ja, ik ben hier één keer... Ik was hier één keer echt gewoon bijna gevallen. Zo. Toen had ik dit gebouwd. Dit ziet er wel cool uit. Zo. Soul, fire en gewoon fire naast elkaar. Oké, hier is nog een chest. Oké, soul scent, dat ga ik wel meenemen. Arrows, ik zal die dan nu ook allemaal meenemen voor u.
En een hoe met daarop een breaking en efficiency. Oké, ik kan gewoon een gouden hoe meenemen. Oké. Is dat nog een... Ja, dat is nog een chest. Oké, ik ga eventjes dit meenemen. Ah, ik vind dit hier echt niet leuk, want je zet echt gewoon zo dood. Echt gewoon... Eén misstap en je zet volledig dood. Oké, nog Soul Sand, Crimson Nelium, Soul Sand en Glowstone. Oké. Ziezo, wacht, ik kom al terug. Oké, ik ben vrij dicht bij de portal nog. Ik denk dat je de portal room zelfs oh, kan net zien. Ah, dat is macht, kut hè. Net nieuwe armor gemaakt. Oh god, ik dacht echt dat ik hier ging flikkeren. Ik hoor ook de hele tijd een cast. Oké, dit vind ik niet leuk. Oh, die gaten zijn echt gewoon... niet leuk. Ik zie de oude portal. Waar zit jij helemaal? Ik zit echt gewoon onder de portal room bijna. Bent je al naar de nether? Ja, ik ben erin. Oké, nou wacht, ik ga deze... Nee, polished blackstone, zo. Oké, je kunt me zien hier. Je had me bijna gezien. Nee, ga omdraaien, naar beneden kijken. Oké, straal beneden. Ja, ik zie u. Ja. Je hebt ook een shield. Ik heb een shield. Maar ik weet niet, ik vind shields in Bedrock Edition niet heel chill. Nee. Maar misschien is het handig om te hebben, want nu, zeker nu ik geen Totem of Undying meer heb. Oké, heb ik nog goud? Nee. Oké, waar zit jij ergens zwart? Oh, ik heb nog een chest gevonden. Ik had die niet eens gezien. Wat? 3 blocks of gold? Oké. Okay. Ja, ik ben nog altijd een beetje eronder. Wat kan ik in mijn inventory wegdoen? Oh. Pak het wel mee. Ik ga dit wegdoen en dit en dit en dit. Dat is op zich cool, maar ik weet niet. Oké, raw pork chop ga ik ook meenemen en crimson roots. Oké, heel eventjes die dingen, want die zijn mooi voor mijn basis. Ter hoogte van ons mini bruggetje was er ook nog een chest. Ik was er enkel niet geraakt omdat vol met gaten zit hier. Ons mini bruggetje, ah, ons mini bruggetje. Oh, ik vind dit echt heel eng om hier te lopen. Ja, nu durf ik gewoon niet meer te lopen, ik crouch de hele tijd. Ah ja, ik heb soul speed, dus ik krijg hier super snel. No. 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 Hier kunnen we naar boven, denk ik. Okay. Nee! Oh fuck, daar ging ik alweer bijna. Nee, Bart, kom. Kunnen we niet naar beneden. Naar boven. Zo, kijk eens aan. Even dichtmaken hoor. Hoe kunnen we hier veilig naar beneden raken? Hoe wacht hier? Bouwen. Oké. Okay. Oh. Ik zie hier nergens chest. Misschien hier beneden nog? Ik kan even zo kijken. Nee, we zitten nu de hele tijd aan de buitenkant. We moeten naar de binnenkant kunnen. Maar dat is over de lava heen. Maar daar heb ik het al denk ik helemaal gecheckt. Oeh, ik zie daar een blok van goud. Goudblokkie. Ja. Man, waarom hebben ze hier overal gaten ingestoken? Zodat mensen sterven. Ik hoor een varken. Ik zie daar een chest. Waar? Oh. Ja, bij mij. Wow, dit wil je misschien wel zien, Bart. Ja, oké, je zit wel mee bezig. Ik kan met die helm dat jij hebt gepakt, kan ik echt gewoon nu... een hele outfit in het goud maken, gewoon. Ja, yeah, cool. Hoe heb ik maar 2 gouden blokken?
Ah ja, wacht, jij hebt die drie Ik van heb er daaruit drie, opgepakt. ja. Ja. Kijk. Wacht, ik zal die andere dan ook even aan u geven, dan kan jij die stikken. Ja, en als ik sterf, is het ook weer allemaal weg. Ja, dat is waar. Oké, hier. Oeh, chest. Oh, die heb ik al gereed. Maar ik vind zo die blokken die op een stopcontact lijken echt heel cool. I Oké, know ik ga what daar you gewoon echt heel, mean. heel veel van meepakken. Ik kan die gewoon in mijn bult gebruiken ofzo. Of ja, in mijn toren. In de uitkijktoren ga ik die gebruiken. Oké, zo. Hoeveel chains heb ik nu? 20. Daar kan ik wel een goede martelkamer mee maken. Ik bedoel, ja, ik weet niet. Glowstone. Ja, ik krijg er wel iets uit, beter. Klok een beetje. Oh, joh, dat is kei veel in één keer. Je hebt al de glowstone dust gepakt. Allemaal, wacht, jij mocht iets stekken hier, denk ik. Oké, zo. Maar normaal gezien kunt Ik je steek er wel een paar daar. van die coole blokken in, wacht. Ja, je kunt daar direct glowstone van maken. Zo, ik heb er nu Heb opgepakt. 5. Nou, fijn, ik pak die altijd op. Oh. Pak de andere op. Zo. Oké. Hier is lava. Wacht, deze chest hebben we al gehad. Oh nee. Ja. Ah jawel. Ah ja, oké. Ja, die hebben we gehad. Ik kan dit. Die. Ah nee, wacht. Je hebt die goudblokken. Die kunnen we transformeren in goud. En aan die meneer geven. Maar. Ik weet niet of dat dan nodig is op dit moment. We kunnen later altijd terugkomen om te traden. Dus, mijn gedacht is nu om wat te gaan minen. Misschien eerst wel naar de overworld gaan voor Oh, we voor zijn nog niet spullen. eens in het castle, ga ik het We noemen. zijn In de het hele castle. tijd. Allee, ik ben daar juist toch in de castle geweest. Ah, oké. Ah, Iets ja, wacht. interessants. Misschien moeten we eerst op zoek naar de fortress. Fortress, yes. Maar eerst ga ik even al mijn spullen thuis droppen. Ja, ik heb geen zin om nog een keer alles te verliezen. En ik heb ook nog pickaxe nodig, dus dat ga ik ook maken. Ik moet hier eigenlijk echt een chest zetten waar ik al mijn spullen kan Ik dumpen. kan er niet uit, oké, nu wel. Ik liep de verkeerde kant op. Pew, 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 pew. Is het alweer dag? Ja. Yes. Ik heb Goed. hier nog één chest in zitten. Dus dat is heel handig. Maar eerst ga ik even een beetje dumpen. Heel Wacht, veel pak het voordat dumpen. die spant. 3. En hier ook 3 van. Oké, dit ga ik dan allemaal gewoon hier indumpen. Glowstone ook, dit zeker. Dat denk Moet echt ik een fort vinden, ja. Voor zo dat kruid, dat nether ook kruid. niet. Ja, vooral voor blazes, Je moet toch kruid hè. hebben en blazes, ja. I need blazes too. Oké, wacht, hè. Dat kan ik er niet meer in dumpen. Waarom heb ik dat erin zitten? Zo. En de die ga ik hierin doen. Wacht. Oh, dat was niet de bedoeling. Zo. Zo. En hier heb ik nog een chest waar ik dit in kan doen. En dan ga ik die lanterns. Steek ik hier meestal in. En die blocks of gold ga ik dan omzetten in goud. En ga ik hierin zetten. Wajo. Oké, dan ga ik nu. Oh, ik heb hier nog wat. Dat kan ik erin doen. Ja. Die fishing rod, die hou ik ook nog wel bij mij. Die chest, die wil ik Ja, we dan zijn ook weer beneden allemaal levels zetten. kwijt. Allemaal levels zijn Ja. weer nu. Tik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4 pickaxes is wel genoeg. Oh. Zo, en dan pak ik ook 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Zo, en dan kan ik heel wat pickaxes maken. Oh, kakvogel. Ik gebruik deze dingen wel. 1, 2, 3, 4. Zo, 4 pickaxes in de... In de house. In de buik gewoon. Oké, in de buik dan maar. Ik weet niet waar dat die man al zijn pickaxes steekt. Kan ook in zijn reet zijn. Ik kan nu dan eventjes deze chest hier zetten. En daar steek ik dan 2 pickaxes in, dit ding in. Toortjes heb je ook niet nodig, een bucket heb ik daar niet nodig. Flint en steel kan altijd wel handig zijn. Wacht, ik heb echt maar 1 arrow nodig, dus zo. En dan heb ik dit eigenlijk ook niet nodig. Zo. Let's go. Let's go. Building train. Yes, yes. Oh, oh. Hallo, kan ik eruit komen? Ik raak er niet uit. Ik was aan het crouchen. Ah, ik snap al waarom. Oké, welke richting gaan we uit voor een fortress te vinden? Ik zou zeggen die richting, want dat is de enige richting waar ik nog niet naartoe ben gegaan. Maar we hebben daar heel dingen naar gebouwd. Ja, nee, maar echt gewoon verder dan dat, zeg maar. Laten we wel gewoon even teruggaan voor die dingen te gebruiken. Oh. Ik was alweer gevallen, hè. Ja, je moet voorzichtiger zijn, hè. Niet dat ik dat ben of zo, maar... Oké, let's go. Over een bruggetje van 1 breed over een lava pit. Yes, yes. Leuk. Oh, daar is een ghast. Ik heb ellenboog. Ik ook, mijn infinity. Oh, hij juikt echt gewoon 20 schoten. Oké, ik heb hem. One shot, by the way. Oké, daar nog eentje. Nog eens one shot. Oh, maar ik vind het starten hier op die brug nog het engste. Oké, ik hoor er ergens één, maar ik zie er geen. Ja, ik zie er één. Ja, hij is weer despawned. Geen zorgen. Oké, oh, daar is er een. Oh. Heb ik je er nu net afgeschoten? Wow. Yes, you did. Fuck. Hey, at least staat er niet van... Tried swimming in lava to flee YouTube rack, bro. Ja. Dat was niet de bedoeling, by the way. Ik was op de gas aan het schieten. Ik denk zo dat ik wel heel snel geen iron meer ga hebben, want ik moet dan de hele tijd mijn armor opnieuw maken. Ja, ik heb meer dan genoeg, dus maakt niet uit. Fuck, 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 fucking lava. Ga weg, fucking lava. Ik vind lava niet leuk. Waarom blijft dit hier? Like... I don't know. Wow. Zo. Oké. Okay. Oké, geen iron meer. Give me my sword. Ik heb mijn zwaard, ja, dank u. Ah, fuck, ik heb ook geen pickaxe meer. Zo, dat is alle lava weg. Dat is heel chill. Ik heb ook al mijn tarwe gebruikt om brood te maken. Nu of daar juist? Daar juist. Ook al mijn tarwe weer terug. Ja, ik weet niet. Jij loopt in. Ja, ik weet niet. Ja, ik kan niks zeggen. Heel zal niet. Als ik nu een dingen vind, of fortress vind. Oeh! Dat is wel zo'n kapotte.
kapotte portal. Portal. Dus ik denk dat we sowieso in die richting moeten gaan. I got a feeling. Dat ik dit moet gaan haken voor XP, omdat ik daarnaast alles heb opgemaakt aan Infinity op mijn boog zetten. En ik heb nu ook geen boog meer, fuck. Ja, maar zonder enchantments op. Nog altijd, ik heb geen boog meer. Ja, maar, ik heb ook geen iron meer. Maar klopt, zonder dat mijn enchantments op je boog. Nee. Oké, okay, dan is het niet erg. Hè. Als ik om nu naar je toe met weer full iron, golden boots, stone pickaxe, 64 keistenen, 64 pesjes, iron axe, iron shovel, houten pickaxe. Oké, en nu gaan we oppassen wanneer dat we schieten. Ja, ja, voor als jij schiet gaan we oppassen. Ja. Ik heb er geen. Ik ga niet meer schieten. Ja. Maar daar, ja, oké, daar kan ik wel een beetje aan doen. Dus, zit jij gewoon die brug afgegaan daar? Ja, ik ben niet heel veel verder. Oh, okay. De lag spike. Infinity is wel echt heel chill. Want pijlen maken is echt gewoon de hel. Duur. Die is doodgegaan. Fijn, er is een gas naast mij. Ik zie je wandelen. Yes, yes. I'm coming to you. Oh, hier spawnen echt veel ghosts. De hele tijd twee of zo. Oké, die pijl ging laat. Ik wil echt al die XP, want ik heb echt XP nodig. Ik ben al level 8, daar juist was ik level 4, wat? Ik heb geen level. Stop maar zo. Maar ik zaag niet, ik vind dat juist leuk. Ik speel ook niet naar mij toe komen. Daar beneden is ook XP. Hoe de fuck gaan we daar beneden geraken? Te bouwen. Ga naar beneden. Ja. Oké, wat gaat er als we. Als we hier gaan. Als we hier ergens naar beneden hakken. Oh, ik heb maar één andere pickaxe bij. Oké, okay, voorzichtig. I see. Oké, oké, oké. Oké, pas op voor die. Je hebt goud aan, hè? Ja. Okay. Yep. Hier hebben we ook van die tears. Oeh, en ook gunpowder. Altijd handig. Tears. Ghast tear. Oké, okay, hak een beetje van dat. Daar heb je. Dan krijg je wel levels van. Oké, okay, daar is een basalt. Ik denk dat basalt is, hè? Biome. Maar je kunt ook zo niet ver kijken in de nether. Dat is zo kak. Komt een trein, moment. Oké. Okay. Even het vuur uitdoen, zodat ik geen zelfmoord pleeg, zoals. Maar joh, het is hier ineens een stuk donkerder zonder vuur. Oké, okay, ziet de trein is voorbij. Daar ligt nog XP. Oké, okay, Rune, nu moeten we een keuze maken. Gaan we bridge over dit lava om naar daar te gaan, of gaan we deze weg vervolgen? Gewoon de weg vervolgen, is minder werk. En er ligt weer een dier. Yes, en gunpowder. Cool. Er is wel een magma cube, wat? Die kunnen we wel aan. Eerste magma cube. Waar is die magma cube? Het is gewoon despawned. It's gone. Oké, okay, basalt. Ik hoor die magma cube. Maar ik zie hem niet.
Waarom is het weer zo moeilijk voor... Waarom is het zo moeilijk voor ons voor zo'n ding te vinden? Als je echt gewoon eender welk YouTube filmpje kijkt, gewoon van... gewoon YouTube mensen of zo, dan zie je gewoon altijd dat die echt gewoon direct gewoon zo'n ding hebben. Wij moeten weer moeilijk doen. Is dat iets? Dit is wel niet de netherbaaien ervoor. Nee, volgens mij moeten we meer in die richting gaan. We moeten in het rode blijven, ik ga het zo noemen. Ja, ik denk dat het ook daar kan spawnen, maar het is gewoon geen leuke biome. Ik wil hier over bridgen. What the fuck? What? Die is onder de lava, denk ik. Ik hoor die ergens, maar... Oh. Ja, hij komt soms zo boven. Je gaat zien, ik ga weer in de lava wallen, hè. In de water vallen. Ik wou zeggen in de water, maar... In de water zou het leuker zijn. Kijk, ik ben bijna zonder... Ik kan er doorgaan. Oké, ik heb geen blokken meer. Pak die zijn hengel af. Oké, wacht. Pest hem. Dat was niet slim. He's dead. Are you alive? Ik ben alive. Zeker. Wat? Kijk die. Kijk die. Kijk, kijk, kijk. Ik ben gestopt met branden. Woe. Dat was even spannend. Zeg, zou je op die gaan kunnen zitten? Ik kan op de deze zitten. Als hij niet... Ja, maar je kunt het niet controleren dan. Heb jij zijn hengel? Nee. Ah, kak. We zijn er bijna. Maar ze zijn echt gewoon heel chill voor over Lava Lakes te travelen. Mhm. Is dat... Ik denk dat dat een bastion is. Het kan ook... Waar? Daar. Ja, nee, ik zie het niet. Mijn ogen zijn niet zo goed. We zullen de brug afmaken. Zeg degene die geen bril heeft. Ik heb geen bril, nee. Ik wel. You have. Maar joh, mijn game lijkt soms echt heel hard. Volgens mij is dat ook een beetje door de nether. Oké, okay, dat kunnen we halen. Nu? Dat kunnen we halen. Oké. Okay. Ik zal eerst doen. Ja, oké, okay, oké. Okay, oké. Okay. Zo, easy. Dan deze kant op. Au. Au. Nou, even afmaken. Is het? Ja, dit is een fort. Very nice. En yes. Oké, 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 oké. Coördinaten zijn 172 min 116. Ja, hang maar een beetje, hè. Oké, ik hoor ook direct zo'n ventje. Oeh, ik zie een wither skeleton. Oh, ik ben echt heel excited. Ja, ik hoor ook zo'n blaze. Allee, hoorde. Waar zit je nu? Ik ben hier een beetje ingegraven. Kom. Nee, our team, you know. Kijk, hier is ergens een wither skeleton. Daar. Ah, kak. Die heeft mij geraakt. Oké, ik heb wither effect. Oké, ik heb geen wither ding. Oh, oké, ik ga even eten, want ik heb geen idee hoeveel hartjes ik heb. Ik heb er 6. Oké, dat valt mee. Er is een blaze waard, als je een blaze wilt hebben. Hier is een blaze. Blaze spanner. Oeh, hier is ook een nether ward. Fuck you. Door het vuur. Trofee gewonnen. Wauw zo. Oeh, hier. Los een blaze van zijn staf. Oeh, ja, die moet ik ook halen. Oh, ik heb geen staf gekregen. Waar is de spanner? Geen idee.
Hier zijn wel een heleboel. Wacht, 3 diamonds! Wacht, 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 ik wil zien, ik wil zien. Rune help, Rune help. Die kom, shit, loopt hier door. Het gaat oké. Het is goed. Oh, kak, hier spannen heel veel widders. Alleen wither skeletons. Oh. Slaat mij weer. Shit, ik heb die guy geslagen. Ik heb er niet. Oké, ik heb ook dezelfde trofee gekregen. Oké, waar is die chest? Nee, ik heb de diamonds gepakt. Ik heb ze meteen geloot. Hier dus. Oké, hier twee. Is ook nog een chest. Oeh, deze chest is van mij. Die heb ik gepakt. Daar zaten de diamonds in. Dat loopt dood. Maar man, laat ons even healen. Gewoon ja, even chillen. Ja, dat is wel goed. Oké, heb ik... Oké, ik heb een blaze rod, maar... En ik heb 20 nether ward. Maar ik heb nog geen wither skull. Dat zal dan... Dat zal waarschijnlijk... De wither skull zal waarschijnlijk de eerste van de trofeeën zijn. Oké, let's go. Ik wil de spawner vinden. En ik wil kraak vinden. Oké, daar is nog een chest, mijn chest. Pak maar. I'll protect you. Oeh, haha, rune. 5 diamonds. Haha. Ik heb oh, wow, oké. Okay. Ik heb er meer, haha. Ja, sowieso, hè. Jij kunt ook even nog eens offline verder doen. Ik mag maar 2 uur per dag in de vakantie dan ook, hoor. Ja. Maar ik geef er altijd wel. Oké, okay, daar zijn... Oké, okay, shit. Waar is de blaze spanner? Ik wil die blaze spanner. Pak hem, Bart. Je kan het. Daar is nog één. Laten we dat pad misschien volgen. Niet. Oh, hij beschoot mij wel. Ik heb een stokkie. Denk ik. Moet wel. Staat al in brand. Hij heeft ons gezien. Oké, okay, daar is ook nog een heel stuk. Maar deze fortress is echt groot. Ik heb de spanner gevonden, Rune. I can see that. Ik heb wel geen dingen mee. Oké, Oké, I'll leave it to you. Hoe ben je bezig? En wat doen we ermee? Ik heb geen fakkels mee. Gewoon zo laten en wachten totdat we best veel blaze rods hebben. Ja, ondertussen worden langs de andere kant aangevallen. Maar wacht, kom even hier. Bart, die blazes gaan niet wachten tot wij een blaze rot krijgen om ons aan te vallen. Zo. Maar kom even hier en dan bouw ik gewoon een muurtje. Ja, ondertussen wordt jij aangevallen. Dat zijn noobs. Kijk, hierdoor kunnen wij... Oh, niet weg. Ik dacht te zeggen, hierdoor kunnen wij weg. Maar dat gaat niet. En op wat wachten we nu? Totdat ze spannen, hè. Om wat te krijgen? Voor blaze rods. Ja, hier heb ik er een voor u. Ja, maar ik heb er meer nodig. Hoeveel heb jij er? Oh. Hoeveel heb jij er? Ik heb er nu 1 en ik heb net nog 1. In totaal hebben we er 5. Ik wil er toch nog wel dubbel zoveel. Het is voor naar de end te kunnen, hè. Dat is belangrijk. Ja. Daarna gaan we kruid zoeken en dan gaan we naar huis voordat we sterven. Ik zie daar nog een blazeward aan de andere kant. Ah ja, ik zie het ook. Wacht, zou ik hem kunnen snipen? Oké, daar is een ondertussen zit een achter u. Ik krijg ook gewoon levels van u. Ik wil ook die widders eens doodmaken. Hoeveel heb jij er nu? 1. Oh, die hadden niks. Die droppen niks, hè, hoeren. Wacht, maar als je dit er onderweg haakt, dan moeten ze een stukje vliegen en dan... ik weet niet, dan... Misschien moeten we wachten tot ze in brand vliegen. Ja, misschien is het dan meer kans. Maar als ze zo dit wegdoen, dan vliegen ze en dan kunnen ze volgens mij moeilijker schieten of zo. Oké, daar zijn ze. Oh, heel veel. Hier. Kak, mijn zwaard is kapot. Oké, ja. Ik heb er nu 5. En jij? Ik heb er 2. Oké, 7 hebben we er nu. Nog 3. Moet lukken. Oké. Mijn zwaard is al kapot. En, wacht. Ik heb nog een stone sword gekregen. Die van mij is halverwege. Mijn zwaard is halverwege. Derde jaar.
Ik heb er één gekregen. Ik ook. En die heeft er geen gedropt. Oké, okay, we hebben er nu 8. Dus nog. Pas op, er zijn er twee waard en ze hebben ons gezien. Oh. Ja, ik heb er nog één gekregen, Bart. Oké, we hebben er nu 9 en daar is er nog eentje gedropt. Kom, Rune. Ja, kunnen we? Ja, we kunnen. Oké, hier zijn er nog een paar. Die heeft mij geraakt. Shit, je hebt mij weer geraakt. Oké, hier zijn er nog allemaal zo'n dingen. Wacht, hè. Ik weet niet in welke richting we moeten gaan. En gewoon zoeken, dat is meestal dicht bij trappenstelsels. En we waren hier net bij een trap. Niet die trap. Maar waar zijn we binnen? Wie skeletons, wat? Heb je zin om een schedel te pakken? Yes, yes. Nou, it's your chance. Jee, ik heb hier effect, leuk. Ah! Ik ben bijna dood. Ik heb geen gekregen. Wat? Hoe sta ik in de fik dan? Ik ook niet, maar die dingen zijn zeldzamer dan blazerots. Dus. Oké, okay, laten we terug naar beneden gaan. En laten we de plek zoeken waar dat we naar binnen zijn gegaan. Dat zien we door dat we omhoog hebben gebridged. En ik heb geen idee van waar dat we komen. Ik heb een zoeken. Oh. Blaze. Niks. We moeten naar beneden gaan. Ja, ik denk het ook. Hier is het niet. En pak deze. Deze weg hebben we nog niet gepakt, hard. Kijk. Die trap. Paddenstoel. Hier ben ik denk ik ook geweest. Nieuw wiederskelet. Ja, hier zijn we langs geweest. Die heeft geen skull gedropt. Wel een zwaard. Die heeft ook geen skull gedropt. Wel andere dingen. Waarom eet men hier niet slaan? Daar is nog een chest. Ja, er zijn er nog twee. Binnen. Wiederskeletens, help. Oké, je bent er. Er is er achter het hoekje ook nog één. Fuck, ik word weer gepoisoned. Maar waarom heal ik niet? 5 hartjes en ik heal letterlijk niet. Ik heb volledig eten, maar geen heal. Oké. Er is hem. Oh, Blaze van achter, een hoer. Ik ga sterven. Ik ben dood. Neemt die dan nu? Ik heb al mijn stuff gepakt. Shit. Ik ga ook sterven. Oké. Coördinaten winnen. Coördinaten. Oké, wacht. Ik ga even een muur bouwen, want anders ben ik dood. Ah nee, wacht, ik had boven nog allemaal access. Oké. Ik ga komen, hè. Coördinaten, Rune, coördinaten. Ik zit nu op 187. 187. 60. Min 156. Oké. Zo is wel goed. Ik ben nu terug in de Nether aan het komen. Oké, ik heb het meeste van de stuff kunnen oppakken. Oké, very chill. Ik heb uw diamonds kunnen oppakken, dus dat is wel het belangrijkste. En uw armen. Ah ja, een diamond, zei je. Ah ja, wacht. En ik heb ook uw boog, wacht. Die richting, oké. Laten we hierna maar gewoon naar huis gaan. Laat het kraak maar zoeken later wel eens. Ja, maar we hebben best veel stuff nu. We hebben de belangrijkste dingen, denk ik.
Daarna kunnen we nog wat gaan minen voor Agent Debris. Laten we eerst naar huis gaan. Oh, ja, eerst al die spullen thuis brengen. Ah, ik ben blij dat ik deze lava heb geplukt. Want echt, daar was echt veel te veel lava. Daar is een guest. Beter, die blaast mij niet op. Oh, die blaast mij wel op. Yep, ik word ineens een ghost boos worden. Kak, hoe ga ik hier naar beneden geraken? Ik heb de blaze staven, de diamonds en de bow. Ah, en ik heb ook een ghost tranen. Oké, ik heb 12 blokjes. Oké, even een Enderman boos gemaakt. Shit. Het is wel armor waard, het is wel even voorbereid. Nee, ik heb geen armor. Geen eten, niks. Maar ik ben er wel bijna. En ik heb volgens mij een bende dieren achter mij aan. Maar ik ben wel een pro Minecraft player, dus Yep, en zo, ik ging ze even graven. Echt zo, nu net heb ik even gegraven. 3 blokken. En ik zie terug zo die nether hekjes. Er loopt een blaze en een wither skeleton voorbij. Jezus. Oké, daar zijn we naar binnen gegaan. Is deze man boos op mij? Ik weet het niet. Ik heb wel nu geen zwaar been of op Atropod zwaard meer. Maar dat is niet zo heel erg, want dat is toch maar voor spinnen. Wie houdt er van spinnen? Ik zie een naam! Je bent er bijna! Oké, wacht. Oké, hier ga ik naar binnen gaan. Ik heb eten nodig. Je hebt mijn steak opgepakt, hè? Yep. Hier niet naartoe. Oké, deze trap is het. En dan kom ik hier bij Blaze. Je hoeren dochter. Ik ga sterven. Ruinen mijn eten. Ja. Ja, kut. Oké. Waarom bent jij ingegraven? Voor zekerheid. Waar is de uitgang? Ergens. Waar jij vandaan kwam. Oké, mensen thuis, als ik bij Rune ben en ik leef, dan kom ik terug bij jullie. Oké, zo. Ja, geef me een stof maar. Ik heb even dit qua dingen meegenomen. Daar is het trappetje. Ik denk dat we nu gewoon zo snel mogelijk naar huis moeten gaan. Dit stone sword. Oké, die wil ik wel. Hier is de boor. Die wil ik eigenlijk ook wel. Oké. Eten en bouwstenen. En kruid! We hebben kruid mee! Ik wist dat niet eens. Eten. Heb ik ook nog een bijl en een pickaxe? Nee. Die zijn weg. Dat had ik waarschijnlijk niet op kunnen pakken. Een magma cube. Oké, zelfs gaan we dan alles wat verdelen. Waarom heb ik zoveel lag? Dit komt echt voor geen poep. Ik heb die magma cubes al lang dood en die gaan echt 20 seconden later dood. Ja, ik spring ineens gewoon weg. Oh, maar die baby magma cubes kunnen wel iets doen in vergelijking met slimes. Mm-hmm. Oké, let's go home. Oké, but where is home? Deze brug over. Ik heb het ondertussen al een paar keer gedaan, dus ik weet het al. Ik ging alweer bijna in de lava, zo nee. Ben ik toch goed bezig vandaag? 2 keer gestorven, ik heb u 2 keer niet kunnen helpen. Oké, ik zie een Enderman en een ghast. Er is een ghast rechts van ons. Oké, gelukkig heb ik steek bij.
Kan ik gewoon lekker snel lopen. En ja, wacht, ik heb mijn... Kijk maar ons. Oké. Lekker. Oh shit. Wacht even, wacht. Ik wil ook even healen. Allee. Eten. Oké, daar is een Enderman heel boos. Hoe ben ik ineens solo? Defend mij even, defend mij even. Ik heb hem gemist, sorry. Oké, trigger oppakken. Ik kan die poort niet oppakken, oké, jawel, ik heb wel die boog overpakt. Zo, oké. Kan naar huis gaan, oké. Oh man. Zo slecht bezig vandaag. Shit. Oké. Waar kwamen we vandaan? Letterlijk de chat. Immortal Eagle tried to swim in lava. YouTube where a crow was slain by a zombified piglin. YouTube where a crow was slain by a wither skeleton. Ah, YouTube where a crow was slain by an enderman. Het is hierboven. Want er zit een ghost. En kijk naar mij. Oh nee. Uiteraard! Nee, de spullen, de spullen. Bent je in de lava? Ja, fucking hell, ik haat mijn leven. Al de spullen. Fuck this, man. Ja, ik heb ook gewoon een val, denk ik, omdat ik van mijn trap val. Zijn er iets van de spullen gesaved? Nee, niks. Er was een of ander gat in de grond. God knows how. En daar moet ik weer invallen, hè. Oké, okay. Tot daartoe deze video. Ik denk dat wij eventjes off-cam naar, terug gaan naar het punt waar dat we waren. Ik ga ook die boog en die diamonds, kak. Oké, het is spijtig, maar niks waar wij niet tegen kunnen. Dus wij gaan nu gewoon eventjes off-cam, gaan we proberen alles terug te krijgen. Gaan we gewoon terug naar de Nether en daarbij sluit ik dan deze video af. Een beetje een tragisch einde, maar tot de volgende video. Zo gebeurt dat in de Nether.